Goedemorgen. Nou, we zijn uit ons bed gekomen. We hebben alles in de zak gepopt. De slaapzakken, want we hadden de slaapzakken mee. En dan poppen we. Zo gebeurt het eigenlijk, hè? Oh, het kachtje staat nu los. Dat staat los? Oh, dat klopt wel, ja. Overvossen. Ja, doe maar. Nou, dit is waar we stonden. Gewoon een heel klein parkeerterreintje. In een woonwijkje aan de rand van Trelleborg. Daar in de verte ligt de haven. Daar gaan we heen. 0, niks betaald uiteraard. Want we waren, ja, uiteindelijk hadden we alle plekken gehad die we konden vinden op Camp for Night en Campercontact. En die waren allemaal of 2 keer zo duur geworden. Maar ja, of, dus stelt die. Ja, maar dat was de bedoeling dus. Dit was een prima plekje. En niet eens zo illegaal. Alleen niemand wist het. Nou, we gaan naar de haven. Dat is ook nog wel een leesbril. Klopt, ja. Laat maar liggen daar. De brillen moeten we zo hebben. Oh ja, joh. Als het gaat. Daar liggen de paspoorten. We hebben de COVID-bewijzen. We hebben alles. We hebben de brillen al. Nou, dan gaan we naar de haven. Bedankt voor dit plekje. Ik ga de steltieplekjes niet opgeven. Tenzij mensen specifiek erom vragen. Dan wil ik ze best opzoeken voor jullie. Maar ik ga niet nu de coördinaten geven. Het is toch, het zijn plekjes die onofficieel zijn. Dat kan toch niet voor de campers? Nee, kan niet voor campers. Het is veel te klein daar. En ik denk dat, en dat is net zo met al die andere plekken, ook ons geheime plekje bij het Vonkmeer. Ze heeft deze plaats hoor. Ja, het is zijn eigen plek denk ik. Ook het plekje bij het Vonkmeer mag je niet meer staan. Het wordt overbruikt en dat is wel zonde. Dus dat is, ga met respect om met elke plek. Don't overstay your welcome. Moet ik even naar de haven. Ik zie de haven al staan dus. Ja, het is ook niet zo moeilijk, denk ik. Zes minuten, 2,3 kilometer. Het is eigenlijk recht toe, recht dan, maar dat geeft niet. Het is op het terrein eventjes zoeken, zoals altijd. Het wordt al warm in het karretje, lekker. Ik zet even de stoelverwarming aan. Dat is zo lekker. Oh, zo lekker. Dat hebben we ook in ons. Tenminste, had ik ook in mijn andere auto. Travemünde-Rostock, yes. Travemünde-Rostock. Kijk, het plekje hier. Op het terrein kun je ook staan. Kost €20. En je hebt geen voorzieningen. Alleen een prullenbak. Nou, hier was ook een prullenbakje. Maar dat was gewoon voor het wijkje. Even kijken. Visitors. Service. Ja. Dus vervolgens. Ja, dat zijn we niet. Nog niet. Ik kan me herinneren dat we hier ook wel eens 3 keer over het spoor zijn gegaan en 3 keer hetzelfde treintje tegenkwamen, omdat hij ook nog een keer naar achteren kwam. Even kijken hoor, wij gaan om 9:30. Uitvaart. 9:30. Travemünde 12 tot 15. Maakt mij uit. Tussen 12 en 15. Ja, dat is wat we varen. Zie je wel hoor? Nee, het is maar een beetje. Daar is die T-line, denk je. Daar zie ik het groens. Ja, dus ik moet rechts van de mast. Ja, rechts van de mast. We zijn vreselijk vroeg. Gewoon laan 11 achter die rode, denk ik. Of zat hij ook een beetje 12. Te kutten? Ik neem 12. Ja, 12. Ja, achter die vent die het ook niet snapt. Even 13. Er is een kantoortje, het is nog niet open. Ja, ik denk dat je die paal moet hebben. Ja, oké. Paal G. Nou, gaan we lachen. Inchecken. Ja, prima. Stop even. Ja, oké. Nou, alsjeblieft. Ik zal filmen. Nou, bril op mijn hoofd, heb ik. Ja. Tik het mee. Het vrouwtje gaat even inchecken. Het vrouwtje gaat inchecken.
Nou, de voorhouding, ja? Och, ja, ho. Rijdt hij eruit, sukkel. Jezus. Oké, en dan treffen we in de Trelleborg. Er staat op je boardingsnummer welke lijn je moet hebben. Lijn 150, terminal E, lijn 150, achter die Duitse aan. Die had het toch niet zo slecht. Kijk, ik weet niet wat deze eikel doet. Geer, kijk uit. Hij drukt door. Tuurlijk, hij is groot. Wat een sukkel is dat dan, zeg. Hij keek gewoon echt niet. Dat is een Nederlander. Hé, hey joh. Hé, hey, lelo. Hollander. Dat is niet netjes wat je deed. Ja? Heb je haast. Nou, dan komen we weer bij hetzelfde. Het hele gedoe met de tol en alles. Oh my god. Ik snap niet dat ze niet met een strekcode werken. Wat is het nou voor een raar Zweedse manier van werken? Zo'n part. Ja, een strekcode, dat is een streepjescode. Nou, tul. Oké. Het is toch altijd wel een toestand hier zo. We hebben nog niks aangegeven, want we hebben nog niks aan te geven. Want we hebben nog niks gekocht. Als we terugrijden en de wagen gaat ongeveer zo, horizontaal. Dus diagonaal, we hebben ook helemaal niks aan te geven. Nee, mij niet. Oh nee, we gaan over het terrein heen, dat klopt ja. Ja, nu weet ik het weer. Kijk dan. Hij heeft haast die vrachtwagen. Ga je over het spoor heen. Nou, het is niet zo mooi weer als het gisteren was. Ootje Niels Holgersson is dat. Nou, die hebben we al 10 keer gehad. Dat ding vaart nog steeds. Ik ben nog niet uitgerold. Nou, ja. Dan gaan we zeker nu op Peter Pan straks. Peter Pan, dat weet ik laatste even schappen. Peter Pan. Terminal E is nog steeds rechtdoor, achter de Dodge. Nee, laat zich niet gek maken door die Hollander. Zou ik ook niet doen. Oh, hier is de rij. Nou, mooi zeg. Hij heeft echt haast. Staan ze allemaal al rond het als gekooide luipaarden heen en weer te tageren. Hey, Tul. Tullepullen. Tullepullen, oh die komen nu. Met de COVID-bewijzen natuurlijk. Terminal E, rechtsaf. Ja, die staan de COVID-bewijzen te checken. En de paspoort. Hele groep tullen. Nou, ajoh. Wordt gezellig. Laan 150. Nou, dat zal gewoon één laan zijn, denk ik. Met z'n allen. Met z'n allen. Dunk, dunk. Wat heb je allemaal bij je sprinter? Aha. Nou, joh, we rijden gewoon gelijk door. Oh. Chicken. Shit, man. Je bent te klein. Ik kan je nog vasthouden. Het is 8:57. We varen om 9:30, maar we gaan nu de boot al op. Nou, wij dachten we gaan op het parkeerterrein even koffie maken. Oh, we hebben nog niet eens gegeten. Volgens mij al een boot te vroeg. Hè? Volgens mij al een boot te vroeg. Kun je jou het schelen? Nee, interesseert ook geen fuck. Dus hier zijn we dan. We zijn inderdaad op de Niels. Niels Holgersson. De roestbak van de oceaan. Ja. Droog ik ook. Dus ik heb even een koffie. Ja, zo. Anders ik wel. Nou, die zullen we dus hier moeten kopen. Neem wel zo'n fles paintsap mee. Jezus, wat vroeg. Nou, in ieder geval zitten we zo op de boot. Kijk, dit is over 10 meter. Wat voor een lapje moet je hebben? Kaartje. Oh, Rostock. Ja, dat heb ik hier. Nee, je moet achteruit eraf. Nee, je krijgt ons de boot nog maar eens af. Nou, staan we buiten in de regen. Ja. Jong.
Nou, het was even stress omdat we er veel te vroeg op gaan. Ja, een beetje zwaar waarlijk. Niet de bedoeling, hè? Nee, zonder ontbijt. Wij van we gaan lekker vroeg. Ja, ga je de voorkomen. Nou, het is gelijk doorgassen met alles. Doorgaan met de gas. Doorgaan. Echt een groot ding, hè. Wat een boot, man. Ja, dat moet je zo goed vinden. Nou, we staan buiten. Dek 5. Exit. D. Ja, we gaan lopen, Geer. Recommended. Oké. Okay. Zo te zien doet niemand het. Ik heb ze bij me. Zie je, dat is ook een route. Die moeten we ook eens een keertje bekijken. Tol, nee, we willen geen tol. Even kijken, 750 meter links aanhouden. Dat is een kleine kilometer. Nou, we zitten in Rostock. We hebben de tolweg vermeden. Het is altijd heel slim om op de boot al even te kijken hoe je gaat rijden. Want je wordt op het haventerrein losgelaten en dan moet je direct kiezen. Wij geven dan altijd gewoon ergens een locatie aan, zo'n beetje de kant op die we willen, hemelsbreed. En tolwegen vermijden, want je komt gelijk op een vette tolweg terecht anders. Einsartige Weihnachtsmarkt. Is dat al begonnen? Oké, dat is snel. Ja, dat is wel heel vroeg. Ik dacht dat 20 november pas begon. Nou, met dit soort weer ga ik echt niet buiten slenteren. En als het niet nodig is. En we gaan ook niet de meute opzoeken. Tjes, zaten er een hoop mensen te hoesten op die boot. Hè? Te wochelen en te hoesten. Kindertjes snotteren. Nou, fijn. Oké, hier heb je de Hanshof. Hier zit ook van alles zo te zien. Dus deze kunnen we ook nog pakken. Een Getränkeland zie ik. Ja, we hebben maar een paar dagen. Dus we gaan er geen gras over laten groeien. We gaan naar City Park. Dat is een groot winkelcentrum waar een Action zit. Action hebben we niet in Zweden. De Dollar Store haalt het er niet bij. Dollar Store is alles veel duurder dan een dollar. Alles begint bij 2 euro, maar 20 kronen. Dus dat is geen dollar. Laten we dadelijk wel zien waar we terechtkomen. In dit heerlijke weer. Er is allemaal wat puntmuts over. Kom maar, ik wel een kerk van. 2,9 kilometer rechtdoor nog. Een giraf op het dak. Ja, daar inderdaad. Ik wist dat er een olifant op het dak stond. Ik heb toch niks gedronken.
koffie. Veel te veel koffie. Het is wel grappig hier, maar nu wil je gewoon binnen zitten. Even kijken, 2 kilometer, dan gaan we naar rechts. Rostock by Rain. We komen ook niet om te zonnen. Het maakt het allemaal wat meer een uitdaging in ons autootje. Hele goede test. En we zijn er nu al achter dat we ruimte te weinig hebben voor al die prularia die we om ons heen willen hebben. Dus we willen een groter kastje. Een groter kastje. Precies. Even kijken, diesel 158,9. 400 meter. Dan moeten we toch de volgende hebben, denk ik. Ze houdt echt haar kop, hè? Doet het audio staat aan. Daar bij die stoplicht. Oh. Flauwe bocht naar rechts. Nou, mappie. Heb je vakantie of zo? Oké. We gaan zo naar rechts bij Groß Klein. City Park. Hier is het. Kijk. Yes. Nou, gewoon ergens neergooien. Ik vraag me af, ik denk niet dat je hoeft te betalen hier. Even kijken, zal ik hem wat zo een beetje dichterbij zetten? Ja. Ah joh, maar doen allebei onze regenjas aan, ja. Toch? Dat is wel prima zo. Perfect. Ja, zo is dat. We lopen daar gelijk die kant op. Oké, nou, ik weet niet, ik denk niet dat ik daar mag filmen, maar we gaan hier eventjes einkaufen machen. Einkaufen machen? Einkaufen doen. Hallo, in de action. We zijn in de action. Ik film jou gewoon even. Film mee? Ja. Even door de kerst afdeling van Action. Ja, geweldig. Nou, dat was leuk. We zijn gelijk de halve auto hebben we volgeladen. Ja, dus we moeten hem even weer uitladen. Ja, oké, dan gaan we weer terug. Dat was de Action. Nou, dat is 2 jaar geleden minstens dat wij een Action hebben gezien. Ja, ik weet niet eens meer waar. Ik zit op de winkel wat de laatste was. Geen idee. In Nederland, denk ik. Nou, dan moet dat 3 jaar geleden geweest zijn. Ja. Kun je nagaan. Ik zie je, ja. Jezus, man. Nou, we hebben de eerste dosis einkopen. De eerste slag hebben we geslagen. De eerste doos hebben we binnen. De eerste slag hebben we geslagen. We hebben de Action leeg gekocht. Daarna de Kicks en toen de DM. Een paar dingetjes. Niet ook een paar dingetjes. Een hele grote drogist. Maar man, wat een lui lekker land is dat, zeg. En daarna 2 lekkere grote kippen gehaald. 2 extra large gegrilde kippen. Die gaan we lekker opeten zo. Wat we gaan doen is een plekje wat we hebben gevonden. Daar gaan we naartoe. En dat heet het Elmerhorstwald. Ja. Elmerhorstwald. Daar gaan we naartoe. We zitten op dit moment daar. Ik weet niet of je het kunt zien. Hier. En het is dit soort weer. En we gaan hier naartoe. Ik denk dat je me even moet starten, Geertje, dat we vast kunnen blazen. Geen idee of we er kunnen slapen of staan. 15 minuten. En dan gaan we toch wel redelijk de stad weer in. Dus ik denk dat we ons lekker deze route laten nemen. Ja. Dat is 8,8 kilometer. Die gaan we doen. Start. Nou, dan laten we jullie wel richting Zuidwesten. Laten we jullie wel zien waar we terecht gaan komen. Dit is namelijk niet te filmen. Het is niet te filmen, man. Nee, donker. Nou, oké. Okay. We zien elkaar later. Even denken. 1,51,9. 1,52. Super goedkoop hier. Ja. Mooi. Heb je een pasje? Moet je de mijne? Ik heb een pasje, maar misschien kan je het hebben. Mijn Duits is niet zo best. Is goed, ik doe het. Oké. Okay. Wil je wel verder pinken? Ja, dat is goed. Hoppakee. Oké.
Goed, dat kunnen we gewoon weggooien. Wat kunnen we weggooien? Oh, dat spel, ja. Heb je iets leuks? Ik heb een zak. Ik laat het echt niet leuk. Nou, we hebben getankt, maar we wachten op Lintje, want mijn Duits is niet zo best. Oké, kom zo. Ja, daar is ze. Hallo. Nou, jongen. We moeten even wennen aan de enorme drukte. Over 700 meter, de rotonde, gaan we dus naar rechts. Gaan we naar rechts, de Oslowerstraat. Nou, naar Oslo. Het is wel erg lekker hoor, zo rustig in de bossen. Ja. We gaan een bos opzoeken, dus wie weet mogen we er staan. Daar zijn we terechtgekomen, bij Bad Boderan. Daar staat hij. Het is een heel klein plekje. En het is een Park for Night plekje. Ik zal er doorheen scrollen. Kijkt, dan zit je aan het eind van een woonwijkje. Hier is een gebouw aan de linkerkant. Een of ander schoolgebouw of muziekgebouw of wat dan ook. En daar zijn woningen. Maar het wordt dus gedoogd. Voor hoe lang weet je nog niet, maar in ieder geval staan er nu geen borden dat je hier niet mag slapen. Dus dat doen wij. Deze avond sluiten we weer af. Wij gaan onze boodschapjes opruimen. We gaan lekker eten. Grillkippetje hebben we gehaald. Zo, man. Wat een licht, man. Kanon, ja. Hè? En heb je er maar eentje? Ja, we hebben drie van die dingen. Is het een plakker of een magneet? Een plakker. Oké. Nou, we hebben kip. Ja. We hebben allebei een hele kip. Ach, man. Ja, die komt er wel uit, joh. Lekker. Hoeveel? Even lekker proeven. Mm. Ja? Mooi. Nou, maar goed. Dan sluiten we nu wel de avond. En dan zien we elkaar morgenochtend. Ciao. Doei. Tenzij er wat gebeurt vannacht, maar dan merken jullie het ook.